Ik sta hier voor de H&M in Zwolle. Sinds kort is er vastgesteld dat bij het produceren van de kleding gebruik wordt gemaakt van angorawol. Deze wol wordt geplukt van levende konijnen die gefokt worden in China. We zijn benieuwd wat de consument hier nou eigenlijk over denkt. Daar word je niet blij van. Nee. Nee. Ik vind het echt niet kunnen. En als u weet dat dat in een product zit, zou u het dan ook bewust laten hangen? Of? Ja, ik wel. Ik vind angora wol op zich, dat heb ik vroeger als kind ook veel gedragen, vind ik op zich geen fout product. Maar het is dus de manier waarop het van een beest afgehaald wordt. En dat kan veel dieren vriendelijker. En als ik zeg van u draagt nu kleding die gemaakt is door kinderen, zou u daar hetzelfde over denken? Zou u zeggen van ik laat de kleding net zo goed hangen als de kleding die gemaakt is met angorawol? Ja, dat zou ik doen. Maar bij mij is dus wel, omdat ik veel gereisd heb, heeft dat ermee te maken dat niet alle kleding die door kinderen gemaakt is, vind ik een slechte zaak. Als kinderen vanaf een jaartje of 12, 13 in bepaalde landen onder goede omstandigheden kunnen werken en ook toch nog naar school kunnen, dan vind ik dat, omdat ze een deel van het gezinsinkomen uitmaken, vind ik het geen slechte zaak.